We kunnen verder met ons onderzoek naar Mr. Freeze. Daarvoor krijgen wij Return to the Belfry. Kunnen we fast travelen. Wat is dit? Enter. Oh, dat is die fast travel die wij unlocked hadden. Ja. Die ook. Return to the Belfry. Enter. Ja. En dan sluit hij al die dingen af. Al die crimes. Maar goed, dat vind ik allemaal niet zo spannend. Ik wil gewoon het spel uitspelen. Al die bonus crimes die boeien me niet zo. Nieuw e-mail received. Check the case files tab in the bed computer. Hier, investigate the case file. Daar gaan we. Reach Quartz Lab. Daar is wel echt iets wat glimt. Hallo? Ja, klim, hallo? Ja, hier is een bad rank, kijk. Je ziet niet eens die gast die knocked-out is, hoor, toch wel. Dan mag hij er zelf ook nog bij gaan liggen. Kijk eens wat een luxe. Dan die sniper aan de overkant. Er nog twee. Maar defeat the regulator. Drie van de acht. Maar ik zie er nog maar twee daar. Die lopen ook met z'n tweeën. En er is een grote bij. Oh nee, daar lopen die... Oh, hier. Daar lopen ze denk ik allemaal. Ja. En al die kleine mannetjes kan ik wel stelven. Die grote niet. Denk ik. Wordt niet gezien. Ik word niet gezien.
Ja, dit wordt gewoon een fight. Ik kan die grote man sowieso niet stelten. Gaat hij daar naartoe? Oh, jongen, kijk nou deze besturing. Los. Weer één. We gaan weer op onderzoek uit. Nog drie over. Dit is de laatste. Zo. Allemaal uitgeschakeld. Dan kunnen we naar binnen. There are probably more of them inside. I'd better get in there. Nou, wat is hier gaande? Be like a shadow, Robin. Be like a shadow. Another lab. Wonder what Freeze was doing here. So they built Freeze's machine in here. Cool, right? And we can take whatever we want? Yep. I feel like a kid in a trick. Found your blind spot. Hi there. I'm giving to scare, but just get out here. Shit, someone took her out. Yep, I have the trap. Never saw me coming, huh? Eén voor één silent uitschakelen, dat is lekker. Dat is lekker. Dan is die daar de laatste. Die ook nog silent kunnen uitschakelen. Ja hoor. Helemaal gesteld, lekker. For the count. I hear banging. Is someone trapped in there? Find a way to open the vault door. Er staan hier computers. That door is heavily reinforced. What would they keep in there? Goeie vraag. Boven is de control room. Body. Looks like a scientist. He was reaching for this console. Reaching for what console? Oh hier, deze scientist.
komen twee vijanden uit, twee shockers. We hebben net geleerd dat we ook heavies kunnen stelten. Lekker hoor. Hier, shocker. Use AR to scan the frozen scientist. According to the ID card, this was Dr. Theodore Upshot, head of cryogenic research. Maybe there's something on Upshot that'll help piece together what happened here. Search for clues in the vault. Victor did what he did, despite the dangers. I can say that I only enabled him, but I also absolutely enabled him. That's guilt right there. The machine we built is unstable, untested. Of course, I insisted on a failsafe. A disruptor for the likely event that Victor uses the machine to play God. The disruptor made Victor mad. He asked if I had lost faith. I hid the thing instead of destroying it because I fear him. Almost as much as I fear the potential of what we've created. And if you're listening to this, please, forgive me. Okay. Search for clues in the vault. De vault, dat is waar ik nu ben, toch? Dus dit plekje. Now where's this poor guy's office? Oh, dat is daarboven. Die hadden we al gevonden. In de office is daar nog wat te vinden. Hier, bordje. Dr. Upshot? I wonder if that's one of these poor scientists. Where is this guy's office? Kan ik hier nog in? Nee. Search for clues. Electrical panel, daar kan ik niks mee. Kan ik hier nog ergens in of omheen? Of... Sticky pallets heb ik niet. Where is this guy's office? Ja, dat is daar. Maar daar kan ik niet in. Ik weet waar die office is, maar ik kan er niet in. Dus daar ben ik hierboven. Search for clues in the vault. Oh, hier. Hij zit op slot. Authorized personnel only. Daar heb ik dan een namekaart voor nodig. Die heeft hij misschien nog op zak. Wie is dit dan? The ID card says Dr. Kalen Lee. He must have been working late. Dr. Kalen Lee. The ID card.
Ah, hier. De notepad. A failsafe hidden in Dr. Upshaw's office. Interesting. En nu krijgen we Find the Office. Kijk, er lag nog een kaartje op de grond waar ik overheen had gekeken. Hier is de office. Now where's that failsafe? Hidden compartment. Well, hello there, hidden floor compartment. Aha. Feel safe. Belfry, I've recovered a disruptor device from Quartz Labs. It seems important. Yeah. Something connected to Freeze's research. Good work. We'll wait for you back at the Belfry. We'll wait for you back at the Belfry. Zo komen wij aan bij de Belfry. Met onze nieuwe informatie uit Quartz Labs. Happy to see you back, Master Tim. Check uw e-mail. Tweak Gaming. Gekke Twitch referenties. Talk to Alfred. Gaan we doen. Kan ik nog een nieuwe suit craften? Ja, maar dit is allemaal slechter dan wat ik al heb. Nieuwe melee. Ja. Wacht eens. Loadout. Ik heb nog een betere staf hier. Kijk. Mods. Melee. Er zit geen modslot in die in het ding. Database. Ja. Quartz Labs is daarmee ook compleet. We moeten nog even met Alfred gaan praten om het helemaal af te tikken. Dus waar is hij? Hij staat hier. Alfred? Hallo, ik moet voor hem staan. Ik kan niet naast hem staan. Did you find anything else about Mr. Freeze at Quartz Labs? Freeze was using Dr. Upshaw's lab to build something, but I couldn't figure out what. But we do have the doctor's disruptor. I think it's a failsafe. If we could track down what Freeze took from the lab, it would give us a better idea of what we're dealing with. Okay. Investigate the case file. Dat is weer op het grote bord. Of gewoon in onze inventory. Case files, ja. Yeah. Custom City on Ice. Ja, dat gaan we doen in de volgende video. Dus graag weer tot dan.